Ik ben Imke, ik ben thuiskok Imi op Thuis Afgehaald en ik hou ontzettend van koken. En ik vind het altijd heel erg leuk om mijn eten te delen met andere mensen. Vandaag staat er een heerlijk rijk gevulde groentesoep op het menu met lekkere gehaktballetjes en vermicelli. Deze soep bijvoorbeeld is 2 euro en ik bied eigenlijk al mijn maaltijden tegen inkoopprijs van de ingrediënten. Want ja, het is eigenlijk niet bedoeld om eraan te verdienen, het is eigenlijk ja, echt om ja, je maaltijden te delen met andere mensen, elkaar te leren kennen en natuurlijk ook om voedselverspilling tegen te gaan, want anders zou je het misschien weggooien. Oeh. Hij is lekker warm. Ja, die is goed op smaak. Lekker hoor. Ja. Nou, de soep staat nu online. Ik heb hem net ingevuld en erop gezet. Dus nu krijgt iedereen een mailtje die in mijn buurt woont. Er wordt een soep aangeboden en als je wil kun je hem bestellen. Het verschilt heel erg per keer hoeveel mensen er komen. Soms komt er maar één, soms niemand. Soms komen ze worden ze alle 4 opgehaald. En ja, wij hopen natuurlijk dat het in Dordrecht wat meer mensen zich aan gaan melden. Zodat wij al onze porties natuurlijk uit kunnen delen. Hey, nou, kom verder. Ik heb je soepje al klaarstaan. Ja. Mijn buurvrouw maakt altijd heel erg lekkere maaltijden. Of sushi, of soep, of noem maar wat. En ik kan altijd gezond eten. En het is best wel goedkoop en ja, heel erg lekker. Nou, doei! Eet smakelijk!